We gaan de Deuzenreis weer eens op Wurversovan. Met Theo en Els Spicht. Nog, wie kent ze niet? Al een zoot jaren lang treden ze samen op. Nou, die zullen een mooi verhaal hebben. Theo en Els Spicht. Het zangduo uit Wurversov. En nou, dan krijg ik natuurlijk toch wel even de vraag. Els, hoe is Suks nou komen? Ja, we waren toen we een jaar of 18 waren we luider en luidsters bij de jeugdbeweging. En daar hadden we een ouderavond van de kinderen, die brachten dat voor hun ouders. En toen hadden we gewoon even een stukje tekort, het was een kwartiertje tekort. En toen zeiden we, oh, nou ja, zouden wij als luider en luidster gewoon een paar liedjes zingen. Yeah. Dat is ook leuk voor die ouders ook misschien. En toen daarna benen we met die groep, met de club van 8, begonnen. Ja. We hadden alle verkering. Ja. Ik was 14, dat was ik al op hem. Jo. En toen ging dat, toen, werd het, toen was ik naar met hem en toen hadden we pas verkering. Ja, ja, zo ging dat. Ja. En zo ging dat. Maar dus die club van 8 is toen het begin geweest en we trouwden. En toen was meteen alles beurt en dein. Dat was gewoon zo ging dat. Maar ondertussen zongen wij toen al. Want Theo was dirigent van het jongerenkoor. Oh ja. Ik heb een hele muzikale moeder. Mijn moeder die zong. Oh. En bij ons thuis konden ze allemaal heel goed zingen. Ja. Oh, dus we zongen gewoon vierstemmig thuis. Dat was geen probleem. Maar omdat wij bij de jongste horen, ik hoorde bij de jongste, kon ik de liederen van de koren van mijn broers en zussen, die kon ik ook allemaal, want ik hield van zingen en ik luisterde ernaar en die nummers die kon ik allemaal. En zo begon dat allemaal, Joop. En als jochie van 7 jaar speelde ik mondharmonica. Oh ja. En als je iemand mondharmonica speelt, dat is ook een gevoelskwestie, dan komt de rest allemaal vanzelf, tenminste bij mij. Bij hem, ja. Dan voel je akkoorden van de gitaar, dat is dan heel dichtbij. En als je dan ook nog eens een keer de trekharmonica ontdekt, dat is een diatonisch instrument, dat is hetzelfde als de mondharmonica. Yeah. Maar dat trek je en als heb je ophalen en blazen. Yeah. En piano spelen? Ik kom er zo op weg. Oh, toch ook? Ja. Zo. Zonder lessen. Als ik vroeger in het café kwam en ik zag een piano staan, want dat was altijd van mijn eerste blik van dan liep ik naar de piano toe en het was altijd op die piano mijn riep. Van kom er eens, want er is geen mens die zich om mijn bekommert. Kom er eens even en ga er eens even zitten. En jij gaat zitten. En ik ging zitten en toen speelde ik gewoon van gevoel. Gewoon louter gevoel. Ja. Prachtig. Maar jullie zijn er nooit professionals in worden, denk ik. Dat had ook nog kind. Ja, maar dat past weet je niet. Weet je waarom we nou naar zingen? Nou. Omdat we dat toen niet hadden. Oh ja, als je nou uitzong. Ja. Den mosje als professor. Ja. En wij mochten altijd. Ja. En het verschil tussen moeten en mogen is zo gigantisch groot dat we mag een dag anders zingen. En daar ben ik heel dankbaar. Wat jullie doen dat nou nog altijd? Heel. Soms heel druk. En dan doen jullie Nederlandse liedjes of West-Friese liedjes? Nou, eigenlijk van alles. Oh. Weet je, als we de West-Friese liedjes doen, vernederlandsen we ze. Ja, ja. En daar hebben we even al niks geen moeite meer mee, want het zit gewoon in je. Ja. Maar ja, we hadden les christelijke mensen, dan ben we gewoon kerkliedjes aan het zingen. Oh, dus want dan vragen ze. Dat ken ook allemaal. Wij doen alles. Altijd gewoon met z'n tweeën en we hebben gewoon ook een heel druk sociaal leven. We zitten op koren en we hebben heel veel grote families. Ja. En als je het met z'n tweeën blijft, is het makkelijker haalbaar, omdat je dan je pakt je agenda. En is er een kleinkindjarig of er is wat anders, dan gaat het gewoon niet door. Ja, want wij doen het voor ons plezier.
En het is, ja. Weet je wat het gevolg daarvan is? Als ze een bepaalde datum hebben willen dat we komen en we kennen niet, dan gaan hun naar een andere datum zoeken. Oh, zo ja. Dat is onze ervaring. Ja. Nou, hebben jullie al gezegd, we zijn nooit professional geweest, maar jullie hebben toch wel iets van een professie, een beroep gehad. Ja, en ik zit hier in Wervershoog, je was ook tuinder, bouwer. Ja. Wat deed jij? Ja, nee, ja ik was tuinder natuurlijk. Ja. Maar wat bouwde je allemaal? Bloemkool, tulpen, rode bieten, wortelen, eerappelen natuurlijk. Piepers. Uiteindelijk. Binnen we in de Witlof beland. Oh, maar dat zingen, dat ging ook al op het land? Ja. Oh, dus gingen jullie ook... Maar als je naast elkaar aan het schrapen bent, kan je net zo goed even zingen. Ja, zo is het. Maar we zingen ook, Joop, we zingen ook nog samen in het operakoor. Oh ja. En doordat we dus bij het operakoor binnen, blijven onze stemmen goed. Ja, denk ik. Je moet het... Elke week gewoon een hele goede training, hele moeilijke nummers. En... daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat... en ook de durf om te zingen, want die gaat ook vaak om. De durf. Nou zit ik hier wel in Wervershoog, maar jullie hebben wel een eigen volkslied hier in Wervershoog. Nou, volgens mij kennen jullie dat zo zonder briefie wel zingen. Dat is toen al met de Club van Acht begonnen. Oh ja? Ja, want mijn neef Jan Dol, die zat er ook bij. En die heeft dat gemaakt. Alle Wervershovers kennen het, want met Wervershover kermis, dan zou je het altijd horen. Wervershover is, je hoort het keer op keer, het mooiste dorpje aan het IJsselmeer. Yeah. We zijn de Wervershovers, een opgewekte kluit, met lachende gezichten, je kunt ze er allemaal uit. De naam van ons mooi dorpje, dat houden wij steeds hoog, want wij houden van ons dorpje Wervershoog. Wervershoog is, je hoort het keer op keer, mooiste dorpje aan de rand van het IJsselmeer. Wervershoog is, je hoort het keer op keer, mooiste dorpje aan de rand van het IJsselmeer. Prachtig, wat klinkt dat mooi zeg. Zeg, al ben ik bij mensen, dan vraag ik altijd het mooiste West-Friese woord. En nou, Theo, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd welke kant het met jou opgaat. Dat is voor mij, hoentje had je zontje, had je deus of had je een aar. Ja. Dat zinnetje zat al zo'n tijd in mijn hoofd en toen dacht ik vanmorgen, daar moet ik wat mee doen. Toen ben ik gaan zitten en toen dacht ik vanmorgen, daar moet ik een liedje van maken. Nou. Dat liedje is gekomen. Hoentje had je zontje, had je deus of had je een aar? Hoentje had je zontje, had je deus of had je een aard? Piet Smit ging te brullen met een nieuwe pet. En toen hij naar huis ging, toen zei hij zo net. Wie heb er mijn pet op de kapstok naar zien? Ik weet niet meer hoe, want er hangen er 10. Hoentje, had je zontje, had je deus of had je een aar? Hoentje, had je zontje, had je deus of had je een aar? Els en Theo, ik heb bar genoten van jullie muzikaliteit, maar wij gaan het padje weer inkorten. En dan zeg ik altijd tegen de kijkers, een aardig keer ben ik bij aardig mensen.